Bob Peters, eindelijk nog eens 3 punten. Ja, ik denk dat we daar krampachtig naar op zoek waren. Je voelde ook vandaag Lommel een goed georganiseerde ploeg. We kwamen dan 4-4-2 naar uit, een beetje tactisch steekspel. Ik denk dat we de eerste helft redelijk onder controle hadden. Tot de laatste 10 minuten waar we toch wat moeilijkheden hadden met Vermeil tussen de lijnen. Onder de rust een aantal zaken bijgesteld. Ik denk de tweede helft niet echt nog kansen weggegeven. Eerst zelf geven een aantal kansen weg vanuit onze opbouw waar we slordig waren. Maar ja, oké, uiteindelijk penalty voor hun. Koen pakt die penalty waardoor we de 0 houden. Waar we toch al lang naar op zoek waren. En ja, gelukkig scoren we dan zelf vanuit een penalty die 0-1. En je voelde dat de groep dat wel nodig had. Maar nogmaals, we hebben de vorige week denk ik beter gevoetbald. En zijn we niet beloond. Maar ja, dat is nu eenmaal... In de eerste plaats 1B, maar ook voetbal, hè, waar je soms heel goed speelt en geen punten pakt. En vandaag misschien de minste wedstrijd speelt van de laatste wedstrijden en dan die 3 punten pakt. Dus ik denk dat het belangrijk is om terug die voeling met die top 4 te houden. We komen nu terug op 2 punten van Lommel en Beerschot. Dus nu hebben we een Engelse week met Roeselare en Mechelen. En daar proberen nog wat punten te sprokkelen en... dat we toch redelijk snel een goed gevoel hebben. Koen van Langendonk, je hebt ons gered vandaag. Dat denk ik niet. Ik heb mijn steentje bijgedragen. Ik denk, als je van achter de 0 kunt houden en je kunt er eentje maken, dan wint je een wedstrijd. Iets wat nog niet gelukt was dit seizoen, de 0 een keer houden. En ik denk dat we daar al toch al verschillende keer op hameren. En ik denk dat dat heel mooi is dat dat vandaag lukt. Maar langs de andere kant ook dat we dan kunnen scoren en hier op 1-0 kunnen winnen. Je koos wel de goede hoek met die strafschop. Ja, oké. Okay, dat is 1 kans op 2. Hè. Als ik naar de andere hoek ga, was ik helemaal bos in het buis van spreken. Maar nu kiezen de goede hoek en pak hem. Ik dat vorige keer missen ze vandaag voor ons. Dus dat is positief. Dat geeft toch wel een goed gevoel dan? Ja, tuurlijk en zeker als je dat daarna kunt belonen met zelf een doelpunt te maken en zo de 3 punten meeneemt. Je koos ook voor 3 nieuwe spelers in de basis zelf. Ja, we hadden natuurlijk een beetje geanticipeerd op Lommel. Lommel is natuurlijk wel gekend om toch wel wat lengte met stilstaande fase. Dus vandaar dat we Nader, Gandry en Wouter Korsjes hebben gebracht. Uiteindelijk denk ik in de opbouw ook een links- en een rechtse voet. Omdat we wisten dat ze onze twee centrale verdedigers aan de zijkanten een beetje vrij gingen laten in de opbouw. Dus uiteindelijk denk ik hebben die jongens dat vrij goed gedaan. Plus ook bij stilstaande fase hadden we wel wat lengte met Gandry en Korsjes. Maar ik was vooral blij ook met de prestatie van Stefan Bal. Die het moeilijk heeft gehad na de voorbereiding wat te missen bij Cerkel. Hij heeft lang en heel hard moeten werken. Lang moeten wachten op zijn kans. Maar heeft vandaag wel laten zien dat hij heel dominant kan zijn voor ons. En tussen de lijnen kan voetballen. En dit... doet het beste verhopen. Wouter Korsjes, sinds lange tijd terug op het veld. Ja, dit deugt. Zeker als je dan ook de 3 punten kunt pakken. Dat is een heel goed gevoel, ja. En ook de eerste keer de 0 dit seizoen. Ja, klopt. Dat is nog een extra bonus. Maar oké, om te rustig blijven was een heel belangrijke overwinning voor ons. Na die 0 op 12. Belangrijk dat we toch rap weer wat punten konden pakken. De manier waarop was niet zo belangrijk vandaag. Maar het zal weer op woensdag zijn. Dat wordt ook weer een belangrijke wedstrijd voor ons. Eerste helft was moeilijker. Tweede helft hebben jullie bijgestuurd, denk ik. Ja, dat klopt. Ik denk de eerste fase van de eerste helft wat moeilijker. Dan hebben we toch een tijdje wel het beter gedaan. En dan het einde van de eerste helft dat we weer wat onderlagen. Dat hebben we een beetje bijgestuurd. En ik denk dat we de tweede helft de beste kansen gecreëerd hebben. En ik denk dat het een verdiende overwinning was. Tactische richtlijnen op een papiertje doorgeven. Ja, op een gegeven moment is het moeilijk. Hè. Je moet dan roepen. Zij veranderen met de stilstaande fase. Ze gingen Rocha in de eerste zone laten koppen. Dus ze hebben een aantal zaken. Als je dat al die spelers moet bereiken. Dus Erik Reynards heeft een aantal zaken op papier gezet. En aan Max Bissé gegeven van zo gaan we het oplossen. Kunnen spelers het ook zelf oplossen. Dat is soms wel makkelijker dan dat je van de zijkant constant ziet te roepen. Want dat geeft soms naar de groep toe een nerveuze indruk. Hadden jullie trouwens geoefend op strafschoppen?
Nee, maar ja, daar kan je ook niet op oefenen. Hè. Normaal Lucas van Eno is iemand die goed strafschoppen kan nemen. Maar okay, door de misser van vorige week willen we hem ook een beetje mentale rust geven. Heeft Rommers het gedaan. Maar ik heb zelf niet gezien in welke hoek. Want het is eerst in mijn leven dat ik niet gekeken heb naar een strafschop. Dus ik zag heel de bank rechts springen. Dus was ik wel heel blij. Gezonde stress dus. Ik weet niet of dat gezond is, maar ik heb in ieder geval wel de nodige stress gehad. Want uiteindelijk werk je keihard en nogmaals, de laatste, heel het seizoen al, ik kan mijn groep niks verwijten. Hè. Iedereen werkt keihard, iedereen doet zijn stinkende best. Alleen ja, heb je niet altijd vat op een resultaat. En vandaag was het een dubbeltje op een kant, dus het kon naar de kant van Lommel vallen. Maar gelukkig is het naar onze kant gevallen. En ik denk dat die drie punten vooral mentaal bij de groep wel en die clean sheet wel een boost gaan geven. Oké, dank je Bob. Graag gedaan.